Heerenveen uit. 11 jaar niet gewonnen door Feyenoord. Dus wij wisten dat, ook, dat het vanavond weer heel lastig zou gaan worden. Ik heb er net al naar beneden een paar keer gezegd tegen andere journalisten dat dit Heerenveen veel beter is als waar ze op dit moment staan. Het was een wedstrijd die een beetje gelijkwaardig was. Ik moet zeggen, de eerste helft leek het erop dat we initiatief aan onze kant lag op basis van het feit dat Heerenveen wat verder terugzakte. En eigenlijk wachten op de fouten die wij maakten. Nou, die hebben we veel gemaakt. Ik vond dat we de eerste helft erg slordig waren aan de bal. Heel veel onnodig balverlies. We hebben bewust gekozen voor 2 mensen aan de zijkanten die wat meer naar binnen zouden spelen, waardoor we daar tussen de linies kwamen. Nou, daarin hebben we gewoon heel veel momenten voorbij laten gaan. We hebben 2 momenten gecreëerd waarop we een goal konden maken. Het schot van Babovic. Maar met name de beste kans was van Cizé, waar hij de trekbal gewoon niet goed legde op Gini Wijnaldum. En Heerenveen had wat mogelijkheden vanuit de tweede lijn met schoten. Dus al met al, de eerste helft vond ik heel vlakjes. Nou, de tweede helft weet je dat je op een gegeven moment, zo zag ik het tenminste van de zijkant, wie de goal zou maken, die zou hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd gaan winnen. Nou, wij creëerden daar de eerste kans en dat was dan de goal van Hofland. Een beetje een bal die ineens voor zijn voeten viel en die scoren wij. Daarna moet ik zeggen, krijgt Heerenveen 2 geweldige kansen om op gelijke hoogte te komen. Die gaan er niet in. Hè? De bal op de lat en het schot van Berends die van de lijn gekopt werd door Ron Vlaar. Dus daarin zat het ons zeker heel erg mee en daarin had ook de goal aan hun kant kunnen vallen. Maar gelukkig maken wij op een gegeven moment vanuit de counter de 2-0, waarin de wedstrijd eigenlijk beslist is. En als we daar misschien nog wat zorgvuldiger met de bal omgaan, de laatste 5-6 minuutjes, kan je er misschien nog 1 of 2 bij maken. Maar al met al een ongelooflijk goede overwinning bij een ploeg die nogmaals veel te laag staat qua kwaliteiten. Een belangrijke overwinning voor ons zo voor de winterstop. En volgende week hebben we nog Willem II. En dan staan we nu op 34 punten en dan gaan we er alles aan doen om die wedstrijd ook in 3 punten om te zetten. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan Jan de Jonge. Nou, vandaag Feyenoord. Afgelopen week goed met elkaar kunnen trainen. Nou, we wilden Feyenoord uiteraard ook nu verslaan. We hadden een redelijk verzorgd spel de eerste helft, waarbij er niet zo heel veel kansen overheen waren. Zeker niet geen uitgespeelde kans. Er waren een aantal mogelijkheden vanaf de zijkanten, waarbij Osama wel een goede rol speelde. Nou, we wilden ons inderdaad niet laten slachten door de counter van Feyenoord, want die zijn daar natuurlijk hartstikke sterk in. Nou, de tweede helft begonnen we redelijk furieus. Een kwartier lang konden we aardig druk zetten. Met een paar enorme kansen, ook een bal onderkant lat. Dat was, dacht ik, nog voor de 1-0, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En Roy Berends nog een bal die via een schamp van de lijn gehaald werd. Ja, en dan gebeurt wat we eigenlijk kun je in 1 minuut zeggen dus. Want het was volgens mij bal onderkant lat en daarna de goal voor Feyenoord. Dan kun je in 1 minuut zeggen wat ons de afgelopen tijd constant overkomt. Nou, en dat zijn de feiten. Daarna is het zo dat we 1-op-1 zijn gaan spelen om nog wat te forceren. En toen kwam, dacht ik, de kans van Roy. En uiteindelijk geef je wat ruimte, te veel ruimte weg en kom je op de 2-0 achter. En dan is het ook een gamblespel geworden in het laatste gedeelte van de tweede helft. Ja, het is een heel vervelende tijd voor ons, dat is heel duidelijk. Ik heb nog constant het gevoel dat we met elkaar daarin uit gaan komen. We hebben, nogmaals, zoals ik al gezegd heb, deze week ook weer heel aardig getraind. De spelers zaten teleurgesteld in de kleedkamer, maar niet verslagen. Omdat ze ook voelen en merken dat het veldspel steeds beter wordt. Dat de organisatie goed klopt. Alleen, uiteindelijk is het ook in voetballen zo. Moet je toch een keer het omdraaien en dan moet er een keer een overwinning komen. Of er moet een keer een goal komen op het juiste moment. Want nogmaals, dat is ook zo in voetbal. Het is geen wetenschap altijd. Alleen, het is wel heel moeilijk voor ons. Voor de hele groep. Maar dat vroeg mij ook iemand. Word je er niet moedeloos van? Nou, als trainer zijnde is het heel vervelend, maar moedeloos word ik nooit. Want ik weet wat er in deze groep zit. En ik weet ook waar we nu staan en ik weet ook waar we naartoe kunnen komen nog. Zo simpel. Dat zeg ik wel de derde keer. Zo simpel is het. Alleen voetbal is gevoelsmatig niet altijd simpel. Dat klopt ook. Bedankt. Dank u wel. Dan is er voor de aanwezige media de gelegenheid tot het stellen van vragen. Indien er vragen zijn, zou u willen wachten op de microfoon? Mario, hebben de financiële prikkelen nog een rol gespeeld in de aanloop naar deze wedstrijd? We hebben in een geweldig hotel gezeten, Lauwerswold. Dat zou ik noemen, want dan krijgen we misschien nog korting op de bon. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het hier even doe. We hebben daar geweldig gegeten, we hebben daar geslapen. Geweldig, de mensen om ons heen. Dus
Ja, kijk, het is heel duidelijk, dat heb ik ook tegen de groep gezegd. Jongens, het is heel vervelend waarin de club op dit moment zit. Maar het is allemaal ver van voor mijn tijd. En wij kunnen maar één ding doen op dit moment. En dat is hetgeen waar we invloed op hebben. En dat is zo goed mogelijk presteren op het veld. Nou, daar helpt deze overwinning ook weer mee. Maar het is duidelijk dat de situatie waarin de club zit niet leuk is. Laat daar geen misstand over bestaan. Maar zie je dan voor jezelf nog voldoende perspectief als trainer de komende jaren? Ja, kijk, ik wist met mijn, toen ik het contract tekende bij Feyenoord voor 3 jaar, wist ik hoe de situatie was. Ook van hoe het nu is. En ja, ik ben zo eigenwijs om te zeggen, we gaan nu dit jaar is onze doelstelling Europees voetbal halen. We zitten wat dat betreft op koers. Maar we zijn er nog lang niet. Maar aan de andere kant, volgend jaar willen we weer een stap maken. En in het derde jaar willen we weer een stap maken. En dan is jouw volgende vraag, er is geen geld. Nou ja, dan zullen we ongelooflijk inventief moeten zijn. En ja, kijken waar we dan op de juiste manier toch versterkingen vandaan kunnen halen. Maar op dit moment ben ik ongelooflijk blij met deze groep. Net is er ook al gevraagd, moeten hier spelers van weg? Nou, voor mij moet helemaal niemand weg. Als spelers dat zelf willen, is dat een hele andere discussie. Maar wij kunnen gewoon met deze groep kunnen wij een hele mooi seizoen van maken. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Zijn er nog meer vragen? De manier waarop Kevin Hofland vandaag Bahia vervangt, Mario, en dat een goal belangrijk is, de manier waarop Roy Makaay invalt. Is dat voor jou een extra reden om in die discussie over financieel is het misschien wat zaak om spelers weg te doen, weg te laten gaan, om te zeggen van ja, we moeten die goed bij elkaar houden? Ja. Nou, het is heel duidelijk dat als wij hiervan spelers wegdoen in de winterstop, dan wordt de kans dat wij Europees voetballen steeds kleiner. Want het heeft al aangegeven dat elke keer als er iets gebeurt, als we een schorsing hebben of een blessure en wij doen een beroep op deze jongens, dat ze er altijd staan. Nou ja, zijn deze jongens weg en je krijgt die schorsingen, dan zal het heel moeilijk in te vullen zijn. Dus wat dat betreft hoop ik dat de club zo ver is dat we in ieder geval zeggen van we gaan dit seizoen afmaken met deze groep. Maar nogmaals, daar zijn altijd twee partijen voor nodig. Jan, ga jij door na de winterstop? Ik kan je niet verstaan, wat zei je? Ga jij door na de winterstop bij Heerenveen? Is daar al duidelijkheid over? Want ik ga absoluut door bij Heerenveen na de winterstop, ja. Maar als hoofdcoach? Dat zeg ik, dat gaan we nog evalueren. Oh, ja? Maar de intentie is er en die kans is heel groot. De kans is heel groot dat je doorgaat. Ja.